Diederik Boer, is de eerste wedstrijd na de winterstop lastig inschatten? Lastig inschatten. Je kan alleen kijken naar onszelf. En, we hebben goede trainingsweken gehad en we staan er goed op, denk ik. Dus wat dat betreft, als ik naar onszelf kijk, heb ik er wel vertrouwen in. De voortekenen zijn in ieder geval goed. We hebben goed getraind. De jongens zijn allemaal fit. We hebben goed door kunnen borduren op de dingen waar we mee bezig waren al voor de winterstop. Dus nu is het aan ons om morgen te laten zien dat we graag hetgene wat we in de eerste helft van het seizoen hebben laten zien, dat we daar een goed vervolg aan willen geven. Als ik de trainingen zie en ook de wedstrijd tegen Lotte, dan is dat wel een behoorlijk niveau waarvan je denkt van, dat weer voldoende vertrouwen geeft om voor morgenavond. Ja, het is prettig dat iedereen ook weer fit is. Tuurlijk. Dat hebben we voor de winterstop gezien. Op het moment dat iedereen fit is en je kan elke week in dezelfde samenstelling spelen, dan zijn we heel moeilijk te verslaan en hebben we gewoon kwalitatief een hele goede ploeg. Maar ik denk dat elke ploeg, als ze 4-5 basisspelers missen, dat ze daar een niveauverschil in ziet. Dus dat is ook bij ons zo. Dus, soms heb je er mee te dealen, zeg maar. Maar vooralsnog is alles goed weer. Heeft die week in Spanje jullie nog iets extra's gebracht? Niet in de zin van dat je denkt, Ruben Ligion is er natuurlijk bijgekomen. Als je dan praat over in personeel en spelers, dan is hij iets extra's wat we goed kunnen gebruiken. Een versterking voor met name achterin als we dingen hebben die eventueel gebeuren. Maar daarnaast is het gewoon een verder uitdiepen van waar we mee bezig zijn. En goede gesprekken gehad met de groep, met de jongens. Waar we naartoe wilden. Nu is het laten zien op het veld. Ja, ben je ook benieuwd hoe jullie je verder ontwikkelen de komende maanden? Tuurlijk. Er zal anders naar ons gekeken worden. De ploeg zullen zich aanpassen aan ons. Dus wat dat betreft zullen wij niet meer een verrassing zijn voor de ploeg hoe goed wij kunnen voetballen. Dus wat dat betreft zal het denk ik wel anders zijn. En daar zullen wij mee moeten omgaan. Ik denk dat we daar genoeg kwaliteit voor hebben om dat te kunnen, zeg maar. Ja, dat kan thuis tegen NAC? Ja, dat kan tegen iedereen. Wat verwacht je van NAC? Is moeilijk in te schatten. Ik heb er geen echt goed beeld van. We hebben ze wel bekeken en ook onze wedstrijd vorige keer gezien. Dus wat dat betreft liggen er wel mogelijkheden voor ons. Dus zeker tussen de linies. Dus wat dat betreft... Zullen we daar morgen gebruik van moeten maken? Dus wij moeten gewoon zorgen dat we helemaal thuis, dat we er bovenop zitten, ons eigen spel kunnen spelen, NAC onder druk zetten. En als we dat niet kunnen, dan weet je dat zij gewoon een goed team hebben in de zin van voetballers. Ze hebben goede voetballers die misschien allemaal nog in het begin van hun carrière staan, heel veel jongens. Dus het is een jonge ploeg. Maar als je ze de ruimte geeft om te voetballen, dan kunnen ze het elke tegenstander moeilijk maken. Dat hebben ze ook laten zien. Ze winnen in de Kuip, bij Feyenoord. Ze winnen van Utrecht. Je moet je gewoon daarin op een hele goede manier gaan voorbereiden. En dat hebben we afgelopen week gedaan. En nu is het morgen het examen weer.